als ambtenaar van de burgerlijke stand van Amsterdam dat u na ondertekening van de akte door het huwelijk aan elkander bent verbonden. NOS Journaal. Eerste homohuwelijken, wereldprimeur voor Amsterdam. In Amsterdam zijn even na middernacht de eerste vier homoparen officieel getrouwd. Die openstelling van het burgerlijk huwelijk werd op deze 1 april van kracht. Uniek in de wereld en dus stortte vooral ook de buitenlandse pers zich massaal op de bruidsparen. Ja. Het was chaotisch, veel duwen en trekken. Maar luister eens, we zijn toch in Amsterdam, dat hoort er toch alsjeblieft een beetje bij. Al dus een lachende burgemeester Cohen na afloop van het hele circus. Hij was tevreden, het was tenslotte ook een beetje zijn feestje. Want het was Cohen die als staatssecretaris de openstelling van het huwelijk voor homo's door het parlement loodste. En nu, als burgemeester van Amsterdam, de eerste huwelijken mocht sluiten. Ik vind dat inderdaad leuk, maar daar gaat het niet om. Waar het wel om gaat is dat het belangrijk is voor homo-emancipatie. Waar het belangrijk voor is voor gelijkberechtiging. En als we daar een stapje verder hebben kunnen helpen, nou, dan ben ik heel tevreden. Wel nu. Cohen vond het leuk. Zelfs zo leuk dat hij al voor 12, ietsjes te vroeg dus, aan de huwelijksvoltrekking wilde beginnen. En nu ben ik wel zo ver dat ik over zou willen gaan tot de formele plechtigheid. Maar ik denk dat we daar nog even mee moeten wachten. Maar een paar minuten later werden de drie mannenparen en het vrouwenpaar dan toch door het huwelijk aan elkaar verbonden. Nog eens zoen. Taart en roze champagne, beide van het huis, maakten het feestje compleet. Thank you.